starten. En ik heb de laatste 20 jaar bij Daltaris gewerkt. Ik werkte er eigenlijk nog een beetje, ik ben al een paar jaar met pensioen, maar ik werkte nog een klein beetje. Nieuwe inzichten in de geologie van de kop van Voorne. Dat is nadrukkelijk werk in uitvoering. En u zult straks aan bijvoorbeeld de profielen zien dat dat inderdaad nog allemaal werk in uitvoering is. Maar we hebben het. En het is ook nieuw, want we hebben de data in december en januari en nog een beetje in februari verworven. Deltaris heeft een glanzend gebouw, maar onze werkgroep heeft een iets bescheidener onderkomen. En hier zijn we aan het werk met het determineren van scherven. En dat is een van onze favoriete bezigheden. Naast het veldwerk. Want het veldwerk is toch eigenlijk altijd weer het allerleukste. Even terug in de tijd. En dan kom ik een beetje in de buurt van de middelste foto. 1903. Een open landschap. Bijna geen bomen. Hier en daar een perceel. Hier en daar een boomsingeltje. Uiterst kleine verkavelde perceeltjes. De heveringen in allerlei mini-verkavelingen verwikkeld. En zo ziet het er nu uit. Er is een. De dynamiek van het landschap. Eigenlijk moeten we het daarover hebben. En dat is wat we in dit verhaal gaan zien, hoop ik. We moeten eerst even kijken van hoe zit het nou geologisch in elkaar volgens de literatuur. Die literatuur is over het algemeen nogal oud. De geologische kaart, ik heb hem bij me, kun je straks even zien, is opgenomen in de jaren 60 van de vorige eeuw en uitgekomen in 1979. En dat was nog een vrij simpele geologische kaart, om maar even zo kort samen te vatten. Daar konden we eigenlijk niet zoveel mee. Althans, daar konden we niet genoeg mee om de geologische geschiedenis van de laatste paar duizend jaar van de kop van Voorne om die te reconstrueren, want dat willen we uiteindelijk weten. Dat betekent dus dat we het veld in moesten. En hoe zit dat dan in het veld? En is archeologie behulpzaam hier? Nou, dat is maar zeer beperkt. Poldervorming, oude kaarten, natuurlijk. En ik ben dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe atlas. Dat kan ik alvast wel even verklappen. Dit is die geologische kaart. Je ziet de rode lijn. Die geeft de duinzandbedekking dikker dan 2 meter aan, ten westen daarvan. Ten oosten daarvan ligt ook nog duinzand. En dat is een rode bolletjeslijn. En met een beetje moeite kan je zo volgen. Dat staat als jonge duin- en strandzanden op de kaart. En de toelichting zegt, die zijn per definitie jonger dan 1200 jaar. Alleen wordt de definitie niet gegeven, helaas. De bijkaart is wat dat betreft nog iets duidelijker. Dat is logisch, want dat zijn alle jonge afzettingen. De jonge duin- en strandzanden, die gele dingen aan de westkant. En het groene spul aan de oostkant, dat zijn de afzettingen van Duinkerken aan de oppervlakte. Het Westland laat ik maar even buiten beschouwing, want dat is een heel ander verhaal. En dat zou alleen maar verwarrend werken, denk ik. Want dat moeten we niet hebben. Bijzonder is dat onder die jonge duinen het zogenaamde Oudland zit. En dat Oudland is een samenstelsel van klei- en veenlagen. En het meeste veen is van voor de Romeinse tijd. Er is een heel klein beetje Romeins veen, Romeins tijdig veen. Maar het is vooral van voor de Romeinse tijd en dat zijn die kleilagen daaronder en daarmee geassocieerd zijn dat ook. En dat hele Oudland is bedekt dan weer, moet ik even teruggaan, met die afzetting van Duinkerken, dus dat groen spul. En met aan de westkant met die jonge duinen strandzanden. Ja, zou je afzetting van Duinkerken uitleggen? Bedoel... Jonge zeekleiafzettingen? In de middeleeuwen. Ja, in de middeleeuwen. Gelukkig hebben we een erg mooi profiel van mevrouw Jelgersma. Zij is gepromoveerd op de geschiedenis van de zeespiegelstijging in 1961. Zij was de eerste vrouwelijke geoloog die promoveerde. En dan ook nog in Leien, een mannenbolwerk wat de geologie betreft in die tijd.
Ik heb het genoeg gehad om met haar samen te kunnen werken bij de Leids Geologische Dienst waar ik eerder gewerkt heb. En dat was wel een interessante dame, kan ik wel zeggen. Met meningen en visie en vergezichten. In ieder geval zie je dat dat profiel van dat oudland, dat zijn die donkere lagen met die streepjes eronder, dat is veen en klei. Dat is allemaal vrij oud. De jongste C14 is van 1725 ongeveer. Voor heden, dat betekent dat het vanuit de Romeinse tijd is. Dus dat zijn allemaal oude lagen. En die jonge zeeklei, dat zijn die stippeltjes, die laag met stippeltjes erbovenop. En toen werd er alleen nog maar op veen gedateerd. Want dat waren de vroege jaren van C14 dateringen. En men vertrouwde andere soort dateringen nog niet. Uit diezelfde geologische kaart komt dit geologische profiel. Net ten zuiden van de Heveringen. Daar heb ik een beetje op ingezoomd. Daar zie je dan die jonge duinenstrandzanden, die gele blob die aan de linkerkant van vormen ligt. En dan zie je dat zelfs de jonge duinzanden daar in die boring 37C115, om het precies te zijn, nog over de afzetting van Duinkerken heen liggen. Nou, jonger kan het haast niet. Dat heeft de mindset wel bepaald voor een lange tijd. Dus het veld in. En dan komt het erop neer waar je die boringen moet gaan zetten. We hebben 4 profielen gezet. Oostvoorne, Heveringen, Oudersduin en Rokanje. Die nummertjes geven het aantal boringen per profiel aan. Het eerste profiel in Oostvoorne wisten we nog niet helemaal goed hoe het in elkaar zat. Dus toen hebben we veel boringen gezet. En het laatste profiel was Rokanje. Toen wisten we wel, toen hebben we dus een klein stukje minder boringen gezet. Wat voor een gereedschap gebruik je erbij? Ik weet niet of u wel eens grondboort. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn in de zaal die dat wel eens doen. Maar dit is een Engelman. Hij houdt hem hier horizontaal. Hij gaat uiteraard verticaal de grond in. Dit is een zuigbuis hier in het midden. Met een uitgeperste kern in gootjes. En dit is een guts met een kleilaag bij de duim. En een veenlaag daaronder. En nog een kleilaag daar weer onder. Nou, die kleilaag, de veenlaag en die kleilaag eronder, dat is dat oudland waar ik het net over had. We hebben monsters genomen. De mooiste monsters komen uit de zuigbuizen. Vervelend is dat dat alleen maar in zand kan, maar daar krijg je wel hele mooie steekmonsters van. Maar in klei werkt die bijvoorbeeld niet en in veen al helemaal niet, althans niet deze. Heel simpel werkt met het fietspompprincipe. Ook de voortuin van het kantoor van het Zuid-Holland Landschap moest eraan geloven. We hebben ook een boring gezet. We hebben een bouwputje gevonden, ergens in profiel Olaarsduin, van iemand die een kelder liet aanleggen. En hier zien we al een klein hint over wat we zo meteen in de profiel zien. Er is een donkere laag aan de top en dan een gele laag. Daaronder en daaronder een grijze laag. Nou, die gele laag, dat is het zogenaamde overslag- of overborstzand. Even die term onthouden, want die komt zo meteen terug. Vrouwen kunnen ook boren. En het valt of staat natuurlijk met een goede beschrijving. En dat moet je gewoon met een centimeter en wat schrijfstiften erbij doen. Nu het profiel Oostvoorne. Dat ligt dwars over Miltenburg heen. En rechts is de Hofwei en links is, is de oude zeereep. En als je daar nu ziet, je ziet 4 kleuren. Je ziet het oudland en dat is het groen en lila samen. Je ziet dat blauwe pakket, dat is marien doorbraakzand of overwors of overslagzand waar ik het net over had. En alles daarboven is duinzand. Maar wat voor duinzand is dat nou? Is dat nou oud duinzand of jong duinzand? Dat staat er niet op en dat moet je dus uitvinden. We hebben de nodige niveaus bemonsterd in die boringen. En die zijn door een van onze mensen uitgezocht op schelpen en op zaden. En die zijn gedetermineerd door een deskundige. En daar kwam hele interessante en nuttige informatie uit. Hier is bijvoorbeeld het profiel Heveringen.
Weer de opbouw Oudland, marine overslagzand, waarbij er iets raars aan de hand is tussen, tussen die boring en die boring. Ik weet nog niet precies wat ik ermee moet. En een pakket duinzand erbovenop. Vooral van dat pakket marine overslagzand en van het duinzand hebben die monsters bekeken. En met name de schelpen, de schelpjes die erin zitten, die zijn heel indicatief voor het milieu waarin het een en ander is afgezet. Olaardsduin, nou u herkent het stramien inmiddels, Oudland, overslagzand, duinzand. Rokanje, weer precies hetzelfde verhaal. Soms konden we niet verder komen, omdat als je in een onverbuist zuiggat, een boorgat werkt, dan heb je die steekbuis. Maar ja, het is onverbuist, dus de toevoer van grondwater onderin het boorgat voert soms zoveel zand aan dat je niet meer dieper komt. En vandaar dat we op bepaalde dieptes gestopt zijn. We konden niet verder komen, daar moet je echt met mechanische boorinstallaties gaan werken. En daar hebben we natuurlijk A, geen geld en B, geen tijd voor. Wat we vonden, en dit is het westelijke stuk van het profiel Heveringen. Elke ster is een duinbodem. Je kunt duinbodems herkennen aan de kleuren. Geel duinzand, soms grijs duinzand. Maar als het een bodem is, dan heeft het een kleurtje. Bruin, donkerbruin, soms een beetje paarserig als het potselachtig is. Maar er zitten ook dit soort dingen in. En daar heb ik bijgeschreven plasbodem en detritus. En dat betekent dus dat dat natte bodems zijn. Dat zijn dus bodems in een duinplasje. En in die boring Heveringen hebben we wel 7 of 8 van die niveaus gevonden. Van nat naar droog. Ja, dat kan nooit jong duinzand zijn. Er zit zoveel tijd in die bodems. Dat kan niet. Dat kan niet van na 1200 zijn. Althans, als je logischerwijs het doorredeneert. Dat moet je toch wel bewijzen. In die blauwe zanden, dit is een schep, of een, dat heeft een graafmachine uit een van de sloten van Mildenburg gehaald. Dat ritselt van de schelpen. En als je naar de samenstelling van die schelpfauna gaat kijken, dan zie je vooral spizula's. Oftewel halfgeknotte strandschelpen, als u dat wat zegt. Dat zijn die driehoekige schelpjes en een enkele kokkel. En wat zaagjes en dat soort dingen. Nonnetjes. Nou, wat suggereert dat? Zee. Dat komt uit zee. Dus dat hele marine overslagpakket is echt een marine overslagpakket. Dat komt uit zee. Met schelpen uit de open Noordzee. Dat zegt wel iets weer over het milieu waar dat zand uit is opgenomen. En het komt in een overwash of overspoelingssituatie terecht. Nou, hoe zit nou dat geologische model in elkaar? Het Oudland wordt vanuit zee en om de hoek via getijdenkreken overspoeld met getijdensediment. Als het via direct uit zee komt, dan komt het tussen duincomplexen door. Als het om de hoek komt, dan komt het via getijdenkreken, maar dan zit er altijd klei bij. En in die marine overslagzanden vinden we nauwelijks klei. Dus dat komt allemaal direct uit de Noordzee. Het betekent ook dat er veel kusterosie is geweest en dat de kustlijn over de tijd flink naar binnen is gelopen. En dan krijg je dus een strandvlakte die over tussen duinreek zit. En via die strandvlakte wordt dat marine zand naar binnen gewerkt in een soort waaier, een spoelzandwaaier, achter die duinreek zit. De stormvloed doen natuurlijk hele andere dingen, maar dat gaat om de hoek. Daar hebben we hier eigenlijk niet mee te maken. Nu de archeologie. Ik had discussies met mensen van Archeologie Rotterdam. Jurien Moret bijvoorbeeld. Die was zeer instrumenteel in het ter beschikking stellen van allerlei rapporten. Maar daar kwam eigenlijk toch wel vrij weinig uit. Dan moet je concluderen dat dus archeologie slecht bekend is. Uiteraard is de Burcht een sleutelsite. Als je kijkt naar het aardewerk en
andere gebruiksvoorwerpen, dan zit de bouw ergens tussen 1200 en 1300. Maar hij heeft ongetwijfeld een houten voorganger gehad. Daar zijn, voor zover ik weet, nog geen sporen van teruggevonden. Maar er is aardewerk in de Molshoop op Miltenburg, vlakbij het kantoor van het Zuid-Hollands Landschap, met oudere scherven. Dus blijkbaar liepen er toch al mensen rond voordat de burger, in ieder geval de stenen burger, gebouwd werd. En dat staat dan in een rapport wat een archeologisch onderzoek in 2016 is geweest, voorafgaand aan de bouw van het, hoe heet het niet? Residans? Buitenbus. Dank u. Maar wat betekent dat nou voor de geologie? Als we naar een paar kaarten kijken, dan is dit een dienstige kaart. Daar staan driehoekjes op. Dat zijn ijzertijd vindplaatsen. En die vind je daar een reeksje. En daar zitten ze, maar niet hier. En hier staan er ook de Romeinse op, maar ik moet nog een betere hebben, dus deze. Dit is de Romeinse tijd. En dan zie je dat aan de rand van het veen, nee, de strook ligt. Dan ligt op de trekbeddingen ligt dat. En er ligt nu ook wat in het duingebied. Dus dat suggereert dat het toch een beetje rustiger wordt in het duingebied. In ieder geval dat er mensen spullen hebben verloren. Nou, wat zijn nou de processen achter dit hele mechanisme? Hè? Die kustontwikkeling van Voorne, daar gaan we op uit. Dat willen we weten. Ik heb twee sets pijlen getekend. Donkerblauwe pijlen, gele pijlen. En dat zijn twee totaal verschillende processen. Die gele pijlen, alles daarboven, dat die Brielsenaarsdam, dat was natuurlijk allemaal nog niet. Langzame aanwas onder invloed van kustdrift en windwerking. Oftewel, ondiepe banken die aan de kust aanlanden. Wat nu ook in de baai ongeveer gebeurt. En windwerking, oftewel het oppakken van zand en het naar binnen voeren van zand. Lagere duinen. Mag ik even onderbreken? Zeker. Oeh, dat wordt een moeilijke vraag. Ik zou niet weten hoe. Die kan ik niet beantwoorden. Maar misschien de hele dekst eruit. Ja. Nee. Dat is niet leuk. Is er een reeks of zo die uitkomt? Ja, het is wel niet moeilijk. U kijkt erin. Maar... Ik ga even vragen. We zullen het er even mee moeten doen. Sorry. De kust ten zuidwesten is een hele andere kust. Die is onderhevig aan de golfaanval, de dagelijks golfaanval. Zuidwestenwind is de overheersende windrichting, dat was het toen ook al, weten we. Dat betekent dat dat overheersende windrichting is geweest. En natuurlijk de getijdenwerking van het Haringvliet, vanaf ongeveer 1200. Of misschien iets eerder. Dit is allemaal nog eigenlijk zonder invloed van de mens. Die heeft hier nog helemaal geen enkele invloed op. Mensen hadden alleen maar schopjes en kruiwagens op dat moment, verder niks. Daarbij moet ik eerlijk zeggen, we hebben hier nog wel wat werk te doen. Want de geschiedenis van de Rijn-Maas-uitstroming, met name in de periode dat de Oude Rijn dichtging, of aan het dichtgaan was, en dan heb je het over de periode IJzertijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, dan gaat hij bij Katwijk gaat hij dicht, en dan moet dat water ergens anders naartoe. En hoogstwaarschijnlijk gaat dat via het Brielse Maas, maar misschien meer nog via het Haringvliet. Maar voor, in de voordelta en daaronder, dat is een heel dik pak zand, daar is nog nauwelijks geologisch onderzoek gedaan. Want dat is ondiep en ondiepe. Op diepe gebieden daar wordt niet in geboord, want dat is veel te gevaarlijk voor het vastlopen van boorschepen en zo, want daar heb je schepen voor nodig. Dus dat is duur en zeldzaam. Nou, dit is om maar een idee te geven van de dynamiek van die geulen in het Haringvliet. En dit is een periode, nog ineens heel lang, hè, van 1821 tot 1955. En je ziet dat die geulen heel behoorlijk heen en weer fietsen. He, afhankelijk van de ligging van die geul ten opzichte van de kust, eigenlijk de kustlijn op dat moment, is er veel weinig erosie. Zo simpel is het. Nou, wat is nou de schaal?
En ik heb daar een plaatje van het internet geplukt van het eiland Spiekeroog. En dan gaat het met name om dit stuk. Het is niet zo'n scherp plaatje, maar voor het doel kan het dienen. Dat stuk, dat is niet beschermd door een dijk of een stuifdijk. Mensen planten er ook geen helm aan. En eigenlijk is dat een beetje het schema van het natuurlijke landschap zoals ik me dat ook voorstel voor de Kop van Voorne. En dan de periode, daar kunnen we het zo nog over hebben. Nou, dat is niet, zoals, niet helemaal hetzelfde zoals het er nu uitziet, hè? Want dit is de noordoostpunt van Voorne, tegen de Bedoelse Maas aan. Waarbij je ziet dat de oude kust, hè, de oude zee, ligt daar. En er is allemaal zand aan was en je hebt daar van die lage duincomplexen. Nou, dit lijkt erg op Heveringen, maar dan recent. Ja? Duintjes van een paar meter hoog. Hier en daar in het landschap. Een gevarieerd relief. Meer of minder een invloed van hoogwater. Soms een beetje klei erin, soms niet. En ook soms kan je dan van dit soort plaatjes krijgen. Dat zijn... hij is weg, de bibber. Dank u zeer. En soms kan je van dit soort plaatjes krijgen als het achter de zeereep flink aan het stuiven is. Dan wordt het achterliggende landschap, hè, dus het oudland. Dit is een beetje... dit beeld moet je je voorstellen bij dat oudland. Het oudland wordt overstoven met duinen. Nou, wat is nou de vermoede ouderdom van dat duinsysteem? Het is jonger dan de ijzertijd, want de ijzertijd mensen die woonden er niet. De huidige morfologie moet je over hebben. En de Romeinse periode, want die zitten in het oudlandgebied. Misschien zitten ze nog onder dat jonge duinsysteem, maar dat weten we niet, want daar zijn nooit opgravingen geweest. Was het dan ook onbewoonbaar in die periode? Ja, maar dat weten we dus niet. Geen opgravingen. Maar het kan ook zijn dat het te dynamisch was. Dat het zo dynamisch was dat mensen er het zand elke dag om je oren wapperden. En dan kan je dus geen akkertjes bouwen. En ook, nou, dan heb je alleen maar vissersnederzettingen die daar zouden kunnen. Is het dan ook jonger dan het Merovingisch tijdperk? Nou, de Merovingisch en de Karolingische archeologie kennen we niet. Van Voorne. Die is een denken. En dus ja, wanneer begint dat nou eigenlijk? En je hebt dat overborstsysteem nog, hè? Die blauwe zanden van, die er onder die duinen liggen. Nou, dan kan je wat conclusies formuleren. Geen vroege en middenijzertijd in het mondingsgebied, bewoning. Is er gewoon niet. Niet aangetoond. Pas in de later tijd, late ijzertijd, menselijke aanwezigheid, maar dan weer niet verder westelijk dan Rokanje en ook niet noord ten noorden van de oerstrijpen. Want de oerstrijpen is natuurlijk een andere strijpen dan de huidige strijpen. Er is een opname geweest, daarover gepubliceerd is in 1992. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen, dat het gebied zo dynamisch is dat er überhaupt geen bewoning in zit. Of het moet een passante zijn, of een vissertje, of zoiets. Hè, die Romeinse nederzetting die heb je wel spaarzaam ten noorden van de oerstrijpen. Dat zou kunnen betekenen dat het wat stabieler wordt. En dat het dus bewoonbaar wordt. En bewoonbaar betekent beakkerbaar. Want zonder akkerbouw ga je er niet wonen. Ook in de Romeinse tijd niet. Zoals gezegd, de Merovingische en Karolingische vondsten die kennen we niet. Of zijn in ieder geval niet bekend. En wat is daarvan de reden? Betekent het dat het nog steeds dynamisch is, het duingebied? Dat zou kunnen. Als we kijken naar de molshopen van voor het kantoor van het Zuid-Hollands Landschap op Middelburg. Het oudste wat we daar tegen zijn gekomen is de zogenaamde drie laagjes kogelpot. Dat zegt u natuurlijk helemaal niks. Maar hij dateert uit de 10e en het eerste stukje van de 11e eeuw. En dat is ruim voor de bouw van de burcht. Of het zou kunnen samenvallen met de houtbouw van de burcht. Weten we niet. Het is één scherf. Het is die ter linkerzijde. Drie laagjes betekent wit, donkergrijs en weer wit.
De onderkant kan ik niet laten zien, maar daarom heet hij drie laagjes kogelpot. Uit Rotterdam zijn die centrum, de markthal, zijn die heel erg goed gedateerd. En daar komt die datering 900-1025 vandaan. De andere schermen zijn veel jonger en horen bij de burcht. En die zijn echt significant jonger, hè? Dan heb je het over 200-300 jaar soms. Gelukkig zijn er paleogeografische kaarten gemaakt. Let wel, dat zijn geen geologische kaarten, het zijn reconstructies. Dus op basis van de geologie hebben mensen met verstand ervan, geologen, archeologen, een interpretatie gemaakt van zo zag het monningsgebied van de Maas eruit in de Romeinse tijd. En er zijn twee dingen die opvallen. De rode lijn geeft het huidige gebied, beheergebied van Boor, van archeologie Rotterdam weer. En dan weet je ongeveer waar je zit. Hè? Je ziet, we zitten op westelijk Voorne. De afwatering gaat heel duidelijk naar de Maas toe. He, dus een strijpe. Ja, die was er eigenlijk nog niet. Althans, daar lijkt het niet erg op. Of het moet dat dingetje zijn wat helemaal in het zuidwesten ligt. De eerste aanzet mogelijk naar een ontwikkeling van Haringvliet. Nou, dit is een grote stap. En dat is waarschijnlijk niet toevallig, want het is heel erg moeilijk om voor tussen ergens voor 300-400 om daar een reconstructie voor te plegen. Maar je ziet dat het Maas-estuarium is nog steeds aanwezig. Het is wel veel smaller geworden. Maar wat heel bijzonder en heel dynamisch is, is dat dit systeem in ontwikkeling gaat. En dat het ook het riviersysteem aantapt. Dus dat is een enorme verschuiving van de zoetwaterafvoer vanaf Katwijk via de Brielse Maas en naar de Haringvliet toe. En dat moet niet onderschat worden, want die zoetwaterdruk is verantwoordelijk voor de stabiliteit van die riviermondingen. En ik zeg met name riviermondingen. Het zijn geen getijdenopeningen. Er zit wel getij op, maar dat is allemaal secundair. Het gaat over riviermondingen. Er zit een enorme zoetwaterdruk. Als je naar de poldervorming kijkt, dat zijn kaarten die dateren van voor de eerste getekende kaarten. En die geven natuurlijk heel mooi aan wat daar aan de hand is. Dat wil zeggen, de oudste polders zitten in een strook langs de Maas. En een heel klein plukje daar aan de westkant. Dat is misschien nog net de tijd, of net niet meer, dat Voorne aan Goeree vastzit. He, want dat is, daar hebben we het niet over gehad, dat zou ook weer een complicatie in het verhaal geven. Daar wil ik het liever niet over hebben. Maar, en daar heb je dan die strijpen, hè? En de goten die zich later ontwikkelen. En je ziet de enorm snelle kolonisatie van de drooggevallen gronden verder naar het zuiden toe. De chef, de baas in het burcht van Voorne, was natuurlijk verantwoordelijk voor het aanjagen van die ontwikkelingen, want dat bracht geld in het laadje. Niets nieuws onder de zon. En dan uiteindelijk, en dit is zo ongeveer de tijd van de eerste kaart, is er een bedijkt Voorne met een gesloten, op deze kaart een gesloten duingordel. Nou, die is misschien nog niet zo gesloten. Althans, als je naar deze kaart kijkt, je kan natuurlijk discussiëren over de kaart. En het is fijn dat de heer Benschop hier aanwezig is. Want is er nou een gat in die duinen of is er geen gat in die duinen? In 1573. Het kan een overerfd beeld zijn. Want hier is het er eigenlijk ook nog wel, 1576. Alleen, het is een stuk minder prominent getekend. En het lijkt erop alsof het aan het versmallen is. In 1608 is het gat nog steeds aanwezig. Met die appendixvormige aanhangsel en dat meertje. Een soort stuwmeertje wat er ontstaan is. Maar hier in 1733 is het toch wel echt gedaan. Hoewel het duinenrijtje erg smal is, is het toch wel gedaan met het gat. En nu is het helemaal weg, 1748. Dit is het verhaal eventjes voor zover. Wat we moeten doen
is, we moeten op zoek naar C14'en. Dat we zeggen, we hebben 4 monsters, schelpmonsters uit die profielen, hebben we ingeleverd in Groningen. Geld voor georganiseerd, ingeleverd in Groningen. En over een kleine 2 maanden weten we hoe oud die uitkomsten zijn. En dan kunnen we tijdlabels plakken op die marine overslagzanden, dat blauwe pakket. En op de bodems in het gele duinpakket. En dan weten we of het jong of oud duin is. Het is duidelijk, het is een tussenstand, het is werk en uitvoering. Dank voor uw aandacht. Bert, namens iedereen heel erg dank voor dit vernieuwende en leuke verhaal. Ik denk dat er 1 of 2 of 3 brandende vragen zijn in dit van een aankondiging. Dus kom maar op. In de microfoon. Ik mis het meertje in de Waal. Dat noemt u helemaal. Ja, dat is nooit zo'n ding. Is dat ook? Ja. Nou ja, het huidige landschap is een cultuurlandschap. En daar zitten heel veel ingrepen in die door de mens gestuurd of helemaal gestuurd zijn. Dat laat ik graag aan de historisch geografen over om daar wijsheden over te bergen. Maar de kinderen van die rots die daar dus op een gegeven moment ontstond in dat meerverdraal van het onderwater verbinding naar zee. Ja, dat zijn een soort briozoenriftjes geweest. Heb ik me, als je die verhalen van Dr. Laurier leest uit die tijd, dan heb je het over begin 1900, dan worden daar zelfs geneeskundige of geneeskrachtige eigenschappen aan toegekend. Ja, dat wordt aan heel veel bronnen in Duitsland ook. Dus het is maar de beauty is in the eye of the beholder, zeggen de Britten. En dat is het eigenlijk wel. Geneeskundig of niet, het was een bijzonder natuurverschijnsel, want dat soort briozoenriffen komt zeer zelden voor. Het bijzondere van de duinen van Voorne is dat ze rijk geschakeerd zijn. Ze hebben heel veel gradiënten van allerlei typen. Ze hebben hoogtegradiënten, ze hebben gradiënten in de ligging vanaf de kust. En het inwaaien van het zout, maar er is ook zout grondwater wat hier en daar naar boven kwelt. Het is allemaal kalkrijk, dat grondwater. En daar komen dan de kalksimpers en die rifjes vandaan. Dus het is niet voor niks dat de helft van de Nederlandse pantersoorten in dit gebied voorkomt. Dat is iets om heel zuinig op te zijn. Zeker met in de achterhoofd dat rapport wat van de week is verschenen. Waarin staat dat de biodiversiteit van Nederland onder een zeer, zeer hoge druk bestand op schuld van Wageningen. Even. Nog meer is het niet bestand van de strijd. Van de? Van de strijd. De vraag even herhalen. Of het meertje het restant is van de strijd. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is een afgesnoerd stukje. Maar dat gaat dan een heel eigen rol in de hydrologische huishouding spelen. Met grondwaterstromen, die kwel en dan met name die kalkrijke kwel naar zo'n meertje brengen en daar vlooien die briozoen en beestjes, hè, holte kleine hondendieren, kolonies van kleine hondendieren. En die vlooien daar ook. En nog maar. Ja, enkele tientallen jaren geleden, of zo'n was ook. Als we naar flinke storm, vond je op het strand nogal grote stukken veen. En leken hele veenlagen nog onder te zitten. Van welke tijd stond dat? En werd dat aangespoeld of waren dat bestaande lagen? Het zijn stukken van bestaande lagen. En dat hangt samen met die kusterosie waar ik het over had. En met name aan die zuidwestkust. Met name toen het Haringvliet nog natuurlijk was. Hè, dus toen dat de sluizen er nog niet lagen. Werden met stormen stukken uit de ondergrond losgeslagen. Dat is dat oudland, waar ik het over had. Dit is die kaart met die bruine vlekken die bijna tot aan de huidige kustlijn loopt. Je kan dus voorstellen dat als de kustlijn naar binnen toe komt, dat stukken van het oudland bootspoelen op een paar meter diepte. En dat veen dat ondervindt golfwerking, dat komt op de kust terecht. Ik weet niet, komen er van jullie wel eens een wand van Saaftingen? Kennen jullie dat? Ja. Helemaal aan de Westerschelde liggen stukken veen, die zijn 3 keer zo groot als die piano. Vleugel bedoel ik.
Daar gebeurt dat nog steeds. En die scholen waar u het over heeft, die zijn een stuk kleiner. Vroeger bij Kijkduin hadden we ook zoiets. Daar waren ook veenlagen aan het strand zichtbaar. Maar dan wel ongeveer op gemiddelde getijhoogte, dus NAP zou ik maar zeggen. Die veenlagen waar ik het net over heb, die zitten op een paar meter diepte. En waar u het over heeft. Allemaal vraag van Marten. Nou, ik vraag het op twee groene stukken veen aan. En soms na een storm kan je heel diepe geulen op het strand. En dan zie je ook die veenlagen, die zitten daar onder één, daar stok vaak de geul. Ja. En daar zitten al die mesheffers in. Oh, ja. Even de mesheffers allemaal in die veenlagen. Oh ja, die boring is in dat zin. Ja. Okay. Ik spoel wel soms nog stukken veen aan en soms zie je zo'n drift. Op Westenschouwen was dat ook tot 1992 of 93 ook het geval. Daar waren we ook van dit soort klei- en veenlagen dagzomer op het strand. Ja. Sinds daar gesuppleerd wordt, zie je ze niet meer. Welkom. Ja. Nou, we hebben meer programma, dus echt allerlaatste baan. Hey, kun je deze nieuwe of deze inzichten ook gebruiken bij de ontwikkelingen zoals ze nu plaatsvinden? Helpt dat? Nou, we hebben natuurlijk met z'n allen een stormramp meegemaakt in 1953. En daar, als gevolg daarvan is dat er werd aangenomen in 1957. En dat heeft tot gevolg gehad dat er enorm veel hele grote ingrepen zijn gepleegd. Met name in de tussen de eilanden. En die ontwikkeling, die eilt nog steeds na. Liever gezegd. De beperkingen die we aan het getijdensysteem hebben opgelegd, het afsluiten van het Haringvliet, het gedeeltelijk of het reduceren van het getijvolume van de Oostzee, het afsluiten van de Ielse Maas, het geheel afsluiten van de Gevelingen en van het Veerse Meer heeft natuurlijk voor enorme veranderingen in de voordelta gezorgd. De collega's van mij die houden zich daar met enige regelmaat mee bezig in het kader van het algemene kustonderhoud. Rijkswaterstaat geeft aan de notaris opdracht. Hoe zit dat nou? Hoe werkt het nou? Hoe zit het in elkaar? Dus er zijn publicaties voor handen als u daar prijs op stelt. Dan kan ik wel een hint geven waar het te vinden zijn. Dus lastig. Hè? Dit zijn echt nog ontwikkelingen in een landschap wat natuurlijk is. De mens heeft daar nog nauwelijks invloed in. Dat is een ander landschap dan wat we nu hebben. Totaal anders. Daarom is reconstructie ook best lastig. Ja,